Papa, wat is jouw favoriete scène uit de film? Mijn favoriete scène is eigenlijk het laatste shot. De laatste shot tussen de papa en de zoon. En hoe dat je dan speelt met Geert. Dat vind ik het ontroerendste, mooiste moment van de film. Misschien omdat ik zelf je papa ben. Hè? Wat vind jij de mooiste scène uit de film, Daan? Ik vind de mooiste en de leukste scène uit de film als ik in mijn kamer zit en Suna komt naast mij zitten. En dan het gesprek dat daarop volgt, vind ik een van de mooiste en leukste scènes, omdat je toch wel voelt dat daar een soort kantelpunt ligt in de film. Erin, papa. Zal ik naar Ronan? Die jij mee. Vast minstens klaar. Ik denk dat papa het een mooie film vond. Omdat, ja, één, omdat zijn zoon erin meespeelt. En omdat ja, het is heel gevarieerd en er zit wel wat avontuur in. Maar ook een beetje ontroerende scènes. En dan kan papa wel eens een traantje laten misschien. Ik denk dat Daan het een mooie film vond, omdat het een ongelooflijk avontuur was sowieso om te maken. Enorm veel ervaring opgedaan. En omdat hij nu ziet wat het resultaat is van hoe dat hij zich heeft ingeleefd in de rol en de interacties met de andere acteurs. Hoe dat hij nu echt op beeld pakt en dat hij daar heel tevreden over is, hoe dat gegaan is. En als hij ook de natuur terugziet, waar we toch lang in gezeten hebben, de prachtige beelden. Ik denk dat hem daar wel zeer tevreden van zal zijn. Ik denk dat de natuur heel bepalend was voor heel het verhaal. Ik denk dat het ook niet anders gefilmd kon worden dan daar, omdat het zo overheersend is. Als je daar zei, de natuur is zo overweldigend en je voelde er eigenlijk zo nietig in en één met de natuur en met de dieren dan daar. Gullen. Ik denk dat dat heel belangrijk was om je te kunnen inleven in het in de film, dat je die scènes niet in de Ardennen bij ons had kunnen maken, bijvoorbeeld. Als voorbereiding heb ik het freerunnen moeten doen. Dat was heel tof, maar dat was redelijk ver. Dat was elke keer naar Leuven en terug. Maar dat was een heel toffe voorbereiding. En klimmen heb ik ook gedaan. Het duiken heb ik ook gedaan. En dan het Zweeds leren, dat was het moeilijkste. Maar op zich lukte dat ook nog wel. Dus dat waren zo wat de voorbereidingen. En ja, dan het script. Keer na keer lezen en ja, inleven in de rol en zo. Het verschil tussen een eland en een rendier is dat een eland veel groter is. Toch? Die kun je niet vangen met een lasso. Nee. Zwaar, hè? Of jij wel. Ja.